Die slapen wij. Een roadtrip maken. Dit is een staart. Hey, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Wij zijn nog steeds in Afrika, in Zimbabwe. Vandaag hebben Bruce en Sue, onze host, ons meegenomen naar Tracy, hun dochter. En we zijn vandaag samen op stap met de kids. Zij heeft 4 kinderen. Een jonge meisje en een tweeling, ook 2 meisjes. Hoe is dat, Lea? Auto. Een oude auto, hè. Nikki, Lea! Ik ben in de kast! In de kast? Ja! Oh nee, laat me eens even kijken. Dit is één. Hallo! We zijn nu in de lodge, in een B&B van Tracy, van de dochter van Bruce en Sue. En we mogen hier vannacht een nachtje vertoeven, dus echt oh, zo leuk. Goedje. Maarten is aan het facetimen met de thuisfront. Dat we hier een goed wifi hebben. Hier slapen wij. Kids liggen lekker in bad. Dit is, hier slapen de kindjes. Hi, grandpa, grandpa. We hebben lekker geslapen hier in de B&B. En ja, we gaan nu lekker even een ontbijtje pakken. Thank you. Hi, I'm fine, how are you? Okay. Maarten, wat ga je doen? We gaan een roadtrip maken in een Toyota Land Cruiser. Let's go! Hoe voelt dat? Nice. Is het nu al raar of om aan die kant te zitten? Oh nee! Ik heb wel een keer zo'n auto gereden. Ja? Ja. What is it called? It's a Chongololo. Chongololo? Yeah. Wow, there it goes. Sometimes it gets so scared that it poos itself. Oh, really? Het is zondagochtend. Ja, en ook in Afrika heb je rommel als je kids hebt. Of eigenlijk gewoon ook rommel van onszelf. En ik kleed je aan. Ik
heb je kleren klaargelegd voor Lea, maar volgens mij heeft mevrouw een ander plan. Nine. Oh jee! Yeah. Wat gezellig jongens, dit is leuk. Waarom is de lamp uit, Nick? De stroom is uit. Ja. Goedemorgen. Morgen. Het ging om die avocado. Ja? Ja. Ja. Het gaat niet om jou. Oké, okay, ik wil niet de avocado even filmen. Ja. Hoi Nancy. Hoi Nancy. Ja. Ik ben benieuwd of die ook lekker is. Ja, met zout. We zijn wat homeschooling aan het doen. Nick gaat even wat dingen tekenen waarover hij wil vertellen in een videootje naar zijn eigen klas. Wat is dit, Nick? Papaya. En dit is de? Bij. Ja. En een kerstbamboe. En BJ. Is dit mama? Is dit BJ? Ja. Dit is een staart en dit is een mond en dit zijn oortjes. Goed zo schat. En wat is BJ voor een dier? Een hond. Maar dit zijn oren. Goed dan. Hallo klas. Ik ga iets vertellen over wat hij allemaal beleeft in Zimbabwe. Toch? Ja. Nou, we hebben wat tekeningen gemaakt en ik ga het vertellen. Wat deed je hier? Met de kinderen met de auto's spelen. Ja, met de arme kindjes hè. En wat viel ons op? Waren ze blij of waren ze niet blij? Blij. En wie is dit hier? Nick. BJ. Wie is BJ? Vertel eens aan de kindjes. Een hond. Waar slaap jij? In een klamboe. Onder een klamboe, hè? Het is 2:50. En Maarten heeft even thuis geluncht. En toen heb ik even een ditje gedaan. En Lea is nu ook aan het slapen. Nick en Maarten die zijn daar aan het werk. Ze zijn de aanhanger aan het legen. De truck. Of weet ik het. Hoe heet dat ding? De jeep. En daar allemaal houtstammen neerleggen. Die hebben ze net gezaagd. Want dat ding wat jullie daar zien. Was bedoeld als carport. Maar ze gaan daar een huisje bouwen. Een cabin. Pietje, waar is Nick? Where is Nick? Go. Look for Nick. There. He's there. You want some cuddles? You want some cuddles? Did you have a good nap? Oh jongens, volgens mij moeten we een hond kopen als we terug zijn. Go, see Nick. Hij gaat ook echt naar Nick toe, hè? Oh, ja. Yeah. Een velletje van een kever, die is eruit gekropen. Nee. Hè? Hoe kan dat nou? Weet niet. Waar is die naartoe dan? In een ander velletje zoeken. Echt? Ja. Zo. Hier zijn ze. Hier kun je mee. Prikken. En weet je waar die uitgekomen is? Hier uit dit gaatje. Oké. Okay. Zo klein is die dus. Wat maak je, schat? Een pak. Maar dat hier. Ik bedoel maar het huis. Hij denkt, ik ga maar hier, ik ga inrollen. Hij voelt zich niet veilig zonder gras. Juf Marleen heeft geappt. Ja. Even kijken. Hallo Zimbabwe. We hebben net de vlog bekeken over jullie tijdelijke huis. Wat een ruimte en wat een tuin. We denken bijna zo groot als het schoolplein. Wat een ervaringen en wat leuk om jullie zo te zien. We houden contact. Groetjes uit het altijd bruisende Brunsen. PS, de hond, die willen ze hier ook graag. En kijk eens wie daar komt. Aan je voeten. Wil die ook onze vriend zijn? Ik vind hem maar niks. Hoi, hij gaat niet in. Hij gaat niet in. Ja. Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Niet de stoel omhoog klimmen. Oh, nee, zo. Oh.
kan ook zout erin gooien. Mm-hmm. La lila. Appelhoekjes. We zijn net klaar met eten. En we hadden nog zin om een rondje te wandelen. En we proberen de zonsondergang nog even mee te pikken. Als we niet al te laat zijn, want het gaat snel. En Nigelie hebben pijn aan hun tenen, maar blote voeten. Dus wordt het even een getil. Oeh. Ons dagelijks wandelingetje. Rond 6 uur. Om de Afrikaanse zon nog even onder te zien gaan. Dit keer zonder 14 honden, maar lekker even met z'n viertjes. Na een dag hard werken. Volgens mij zijn we al een beetje te laat. Een stukje verder lopen nog. Gaat het, mam? Gaat het, dames? Oké, jongens, we zijn nog op tijd. De kids komen net uit het bad. En in de tussentijd prepareer ik dit. Dat zijn onze Malerone pilletjes. En one of the kids doesn't like it, so I gotta put it in somewhere. Dus eentje maar klein. En ik kan er niet op ingaan, want mijn kids kijken ook. Dus. En ik krijg altijd een lepeltje yoghurt. En papa en mama ook. Lea die wil altijd knijpfruit. En schat, hoe was jouw dag? Zwaar. Ja? Druk. Wat dan? Het was warm vandaag. Oké. Okay. Veel gedaan. Maar wel leuk. Wat heb je gedaan? Veel hout gezaagd voor het huis dat we gaan bouwen. Oké. Okay. Heb je spierpijn? Nee. Oké. Ik ben wel moe. Oké. Leuk dat jullie kijken. En vergeet niet te abonneren. En duimpjes omhoog. Als je deze video leuk vond. En tot de volgende film. Bye bye.